Het celmembraan is het omhulsel van de cel. Ik vind het zelf altijd lastig schrijven. Dus de M van Michiel, de nog een keer de M van Michiel en de N van Nico aan het eind. Membraan. Het celmembraan zelf is totaal niet stevig. Het is een soort vlies die om de cel heen ligt. Je kan het cel een beetje zien als een soort zakje, een plastic boterhamzakje gevuld met water of zo. En dan is het plastic zakje het celmembraan. Als ik een cel neer zou zetten en ik zou het onder een microscoop kunnen zien, dan zou die echt zo'n beetje als een pudding in elkaar zakken. Als ik hem op een tafel zou leggen. Het celmembraan houdt wel de cel een beetje bij elkaar. Samen met het celskelet. Maar wat vooral belangrijk is. Ik zal het trouwens even laten oplichten. Hier is het celmembraan zo de rand eromheen. Het celmembraan bepaalt welke stoffen er wel of niet doorheen kunnen. Want hij is wel maar heel selectief doorlaatbaar voor de stoffen die je wil. Dus dat is heel handig. In het membraan zelf zitten allerlei eiwitpoorten. Die kunnen bepalen welke stoffen erin komen. En er zitten ook receptoren in, dus dat zijn eiwitten die precies klikken op een bepaald molecuul en daar kan de cel dan op reageren. Daar wil ik je later wat meer over vertellen, maar eerst de basis van zo'n celmembraan. Het membraan zelf bestaat uit een dubbele laag van fosfolipiden. En enkele fosfolipiden, die bestaat uit een hydrofiel hoofdje. Hydrofiel betekent houdt van water, fiel is houden van en hydro is water. Want dat is een fosformolecuul. Dat zit ook in de naam, hè? Fosfolipide. En lipide betekent gewoon een vet. En de staart is een lipide, dus hij heeft een vetstaartje. En die is dan weer hydrofoob. Die is bang voor water. Die haat water. Dus als ik een fosfolipide in het water zou gooien, ja, dan kan die nergens heen. Dat is niet zo'n goed punt. Maar als ik er miljoenen tegelijk in het water zou gooien, al die hoofdjes willen heel graag in het water zitten, dus die keren zich naar buiten. Maar alle staartjes willen heel erg graag niet in het water zitten, dus die keren zich naar binnen in zichzelf. Zo werkt dat eigenlijk heel goed en dat hele celmembraan blijft eigenlijk vanzelf gewoon stabiel. Dit is een soort evenwichtssituatie. Het is prima voor die moleculen om zo te blijven hangen in elkaar. Dus dat is eigenlijk wat een celmembraan is. Een dubbele laag van fosfolipiden, waarbij de hydrofobe groepen, dus de staarten zitten naar elkaar toe. En de hydrofiele groepen die keren naar buiten, die willen juist wel in het water zitten. Dus ik heb een soort laag vet om mijn cel heen. En dat is super handig, want zo moet je het dus zien. Kijk, als ik ze allemaal in het water gooi, klonteren ze samen. Maar als ik heel veel heb, kunnen ze zo'n dubbele laag vormen. Kijk, en dan kan het helemaal zo'n bubbel worden. Dus dan heb je wel hierin gewoon waterige oplossing. Dit is bijvoorbeeld het cytoplasma van de cel. Maar dat is omringd met een bubbel van vet. En vet en water mengen niet. Dus dat is top. Want dan krijg je dus een soort ondoordringbare laag. Dus allerlei stoffen die buiten de cel om opgelost zijn. In jouw weefselvloeistof of zo. Kunnen niet zomaar door die hele vetlaag heen om in jouw cel te komen. Dus dankzij het celmembraan. Nou, heb je een soort muur voor allerlei eiwitten die je niet binnen wil hebben. Maar ja, je wil natuurlijk wel sommige dingen wel naar binnen. En daar heb je speciale eiwitpoorten voor. Kijk, hier zie je zo'n eiwitpoort. Een soort kanaaleiwit. Zo was het ook wel genoemd. Het is letterlijk een kanaal. Tussen in dit gat zo, is een dwarsdoorsnede, kunnen stoffen gewoon in en uit komen. Soms liggen er ook allerlei moleculen door het membraan heen. Deze moleculen die in het membraan liggen, die zijn vaak, die houden van vet. Dus die zijn zo vaak lipidofoob. Ik weet niet of je dat zo mag noemen hoor. Dus die blijven hier heel graag in hangen. Dus die blijven dan ook vanzelf daar zitten. En soms heb je dan wel een molecuul dat in het membraan blijft zitten. Maar die heeft een soort domein, een stukje van het molecuul in de staart. Die wel uitsteekt naar buiten. En dat kan dan dienen als receptor. Ik wil je van die receptor iets laten zien. En ik wil je iets laten zien over zo'n kanaal. Want dat bepaalt hoe we de stoffen in en uit krijgen. Een receptor is super handig. Want je hebt een extracellulair domein, een extracellulair deel, en dus een deel van een receptor dat buiten de cel zit, door het membraan heen. En dan heb je een intracellulair deel, dus aan de binnenkant van de cel. Stel nou dat er aan de buitenkant een hormoon is bijvoorbeeld, die kan binden aan die receptor. Dan reageert die receptor en omdat die aan de bovenkant verandert van vorm, kijk, want dankzij het bolletje kunnen deze twee dimeren zo klik op elkaar als één groot ding, gaat er aan de binnenkant ook iets veranderen en komt er een soort enzymreactie op gang. Hele moeilijke taal om eigenlijk vooral dit duidelijk te maken. Zo krijg je een signaal van buiten de cel, kun je binnen de cel iets mee doen. Terwijl deze cel gaat reageren op dit molecuul. En dat is super handig, want op deze manier kun je alleen maar cellen die de receptor hebben, laten reageren op een signaal. Dat is toch fantastisch, dat is echt briljant. Dus als je bijvoorbeeld insuline maakt, jouw cellen moeten daarop kunnen reageren. Dus dan zullen ze een insulinereceptor hebben. Dan hoeven ze niet zelf de insuline te maken. Dan kun je één
orgaan van je lichaam daarop laten specialiseren. Die kan de hele dag dan de insuline blijven maken. Dat doet bijvoorbeeld je alvleesklier. Wat er ook nog in zit, is een eiwitpoort. Kijk, hier zie je een beetje in een soort gifje. Kijk, water is een watermolecuul. Kan natuurlijk ook niet mengen met vet. Maar als ik zo'n eiwitpoort heb, dan kan het water er wel doorheen. Ionen zijn metaalionen, dus Cl- of Na+. Die hebben een elektrostatische lading en vet heeft geen lading, dus die willen ook niet door vet heen. Dus ook handig als je een kanaal eiwit hebt. Je mag het een kanaal eiwit noemen, je mag het zelfs een transport eiwit noemen, want het transporteert stoffen van buiten en binnen de cel en andersom, zeg maar, kan beide kanten op. Je mag het ook een porie eiwit noemen, want het is ook een soort porie. Het heeft heel veel synoniemen, dat maakt het wel een beetje verwarrend. Maar goed, je snapt denk ik het principe. En wat ik nu zo mooi en zo briljant vind aan deze porie-eiwitten, is dat de cel in sommige situaties ook nog eens zelf kan kiezen of hij in bepaalde situaties de stoffen wel doorlaat en in bepaalde situaties dan juist weer niet. De cel kan soms die poorten wel of niet openzetten en weer dichtzetten. Dat kan lang niet bij alle kanaaleiwitten, maar er zijn wel een hoop bij waar het wel kan. Nou, dat was denk ik eigenlijk een beetje alle info die je over het celmembraan kunt weten.